Team Retail, welkom bij aflevering 64 van de Team Retail podcast. Ik ben je host, Tim Gielen, oprichter van Design Studio Wave of Engagement. Bij Wave bedenken en ontwerpen we de concepten, het interieur en de technologie voor de belevingswinkels en showrooms van morgen. In deze podcast gaan we in dialoog met eigenzinnige retailondernemers en ondernemingen om met hun verhalen en inzichten andere ondernemers te inspireren. Zo kunnen we samen het verschil maken. Vandaag aan de microfoon... Koen, Koen van Pottenberg, oprichter van Reface, de allereerste circulaire brillenwinkel ter wereld. Een winkel waar ze tweedehands monturen opschonen, herstellen en opwaarderen met nieuwe op maat geslepen glazen. Ik zeg ja, ik doe die glazen eruit. En we zien wel, dat is heel kleinschalig begonnen met een winkeldag vol brillen. Dat ik dacht, dit kan ik niet aan. Door slimme samenwerkingen en door de vuurgedrijf van Koen om het recht op goed zicht mogelijk te maken voor iedereen, is hij erin geslaagd om een perfect op jouw zicht afgestemde bril aan te bieden vanaf 60 euro. Het project draait niet rond mij. Het project. Draait om mensen te helpen met een betaalbare bril. Dus ook niet de insteek om tegen de schenen te snappen van mijn collega's. Koen werd voor dit concept genomineerd als één van de drie kanshebbers voor de Retail Newcomer of the Year Award. Naar jaarlijkse gewoonte maken we voor QA Retail podcasts met de genomineerden. Meteen ook de reden waarom de trouwe team Retail-luisteraars Koen op een relatief korte tijd voor de tweede keer als gast horen aanschuiven. In aflevering 58 hebben we het samen over 34 jaar ondernemen, over zijn absoluut topjaren, waarin hij de horeca-koning van het Antwerpse nachtleven werd. en het diepe dat daarop volgde tot hij zichzelf ten einde raad met opzet aan hoge snelheid tegen een brugpijler aanreed. Over het allerkleinste oog van de naald waar hij doorkroop en zijn besluit om de tweede kans die het leven hem gaf met beide handen aan te grijpen om vanaf dan te ondernemen voor een betere wereld. Over de verschillende projecten die hij opzette om kinderen over heel de wereld een beter zicht te schenken, waarvan Reefest nu het laatste wapenfeit is, dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen helpt. Hey, dat is mooi dat we, dat we mensen helpen wereldwijd, maar als je ook ziet dat hier bij ons zelf de problematiek heerst, dan vind ik toch ook wel het, dat engagement dat dat, uh, dat dat normaal is om te doen. Een aanrader van een aflevering met een crème van een gast. Ik ben dan ook blij en trots hem vandaag terug te mogen verwelkomen en ook blij en trots voor Koen met zijn nominatie. Maar onze taak is wel dat de mensen goed zien. He, dat, is, dat is mijn belangrijkste uitdaging, he, dat mensen goed laten zien. Welkom Koen en Proficiat. Goedemorgen, team. Ja, ik ben natuurlijk blij dat ik hier mag terugzitten. Uh, ik zit hier ook een beetje mee met een ingetogen trotsheid. Um, ik had dat eigenlijk ook niet verwacht, dat dus ik uh, voor zoiets uh, zou genomineerd worden, want ik ben eigenlijk toch een beetje dat buitenpuntje. Um, maar uiteindelijk heeft dat een, een enorme boost. Um, dat kun je niet ontkennen. Dus uh, we doen het niet altijd voor de prijzen te winnen, maar. Uiteindelijk is het, is het leuk dat je met een concept door mensen die expertise hebben, die toch kennis hebben uit de retailsector, dat we daar ja, toch een beetje opgevallen zijn. En, en ja, dat het leuk is om, om tussen die andere genomineerden te staan, die ik ook allemaal zie als winnaars, want uiteindelijk ja, er moet er altijd een bepaalde keuze gemaakt worden. Maar uiteindelijk geeft dat een, een enorme energieboost uh, om om verder te gaan en ja te doen wat we doen. Hè. Ja, dat is uh, zeer fijn om te horen. En hey, voor ons is het ook wel bijzonder, omdat ja, op die manier worden we met de podcast ook toch een stukje uh, een antenne voor change zeg maar, een beetje hey, waar we voelen in de markt wat er aan het gebeuren is. En uh, we slagen er dan toch wel in om die gasten uh, uit te nodigen en te mogen vinden die uh, binnen het kader van een nieuwe tijdsgeest, hè, waarin we op een andere manier moeten nadenken over consumeren, op een andere manier moeten nadenken over retailen, toch ja, uh, andere dingen aan het doen zijn, aan het proberen zijn, aldoende. Uh, dus uh, ook voor ons leuk dat uh, een podcastgast uh, genomineerd is. Eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik ook deel uitmaak van de jury van Q&A Retail. Uh, maar daar ben ik niet alleen. Hè. We zijn een heel team aan juryleden. En er zijn tien, uh, zijn tien concepten die de longlist gehaald hebben. Allemaal vernieuwende concepten. Ik ben ook trots uh, en blij voor jou dat je erbij bent... En um, ik wil vandaag heel graag, hè, na ons vorige gesprek, dat uh, die uh, vorige podcast, die, die ligt me nauw aan het hart. Ik vond dat een fantastische aflevering, een heel mooi en fijn en warm en eerlijk gesprek, um, waarin we ReFaced aangestipt hebben, zonder twijfel, en even uh, over uh, gepraat hebben, maar eigenlijk niet in de diepte. Hè. Uh, vandaag wil ik heel graag met jou ja, het verhaal achter ReFaced uh, Laten we nog zeggen, van de vonk die het in ja. gang gezet heeft, tot waar je vandaag staat. De worstelingen die je vast en zeker hebt om dat concept operationeel helemaal up and running te krijgen en naar je zin te krijgen, tot ja, de, de grote ambitie die misschien wel in de toekomst ligt, jou een beetje kennende. Dus zullen we beginnen bij het begin? Waar is die vonk ontstaan? Riefest is eigenlijk uh, ontstaan vanuit het sociale engagement. Ik heb Ice for the World opgestart, een brilletje ontwikkeld. Zelf corrigeren, een ontwikkeld om kansarme kinderen wereldwijd te helpen om te zien. En ik uh, denk, ja, een tiental jaar geleden uh, werd, ik, uh, werd ik uitgenodigd door uh, een organisatie die zich ontfermde. Mensen die het uh, kansarmen, uh, hier in Antwerpen. En uh, bij, tijdens een voedselbedeling, dat kant uh, noemt die organisatie, om de, de mensen eigenlijk hun ogen een keer te testen. En uh, er waren 600 mensen dat daar aanwezig waren. 145 hadden een bril nodig, maar die hadden natuurlijk niet de centen om een bril te kopen. Mm -hmm. En ik, ik heb daar even stop bij stilgestaan, want uh, wij hebben denk ik toch wel een groot vangnet uh, op sociaal vlak, uh, en dat is ook zo. Maar natuurlijk, als we dan een bril bekijken, is een bril niet goedkoop. Uh, en voor veel mensen eigenlijk ja, uh, niet haalbaar om die centjes bij je te uh, sprokkelen om een bril te kopen. En ben ik het nadenken van ha, hoe moet ik dat hier aanpakken? En kreeg ik de kans uh, via de Foundation in Mechelen uh, om een gesprek aan te gaan met uh, de toenmalige schepen van TOCMW, nee. uh, Conancio. En uh, hebben aandacht ook wel, ja goed, de, de, de brillen uh, die dan worden. Betaald van het OCMW. Ja, dat, dat was toch een serieus budget dat mm -hmm. daar naartoe ging. De mensen moesten bij drie opticiens uh, prijsaanvraag doen en dan werd er een keuze gemaakt. En ik zeg tegen hem: zeg van, kijk, goed, hé, wij willen een, een aanbod doen, een betaalbare bril. En wat is een betaalbare bril? Want dat is ook mm -hmm. voor de ene is dat betaalbaar, voor de ander niet. Ik heb gezien, wereldwijd is, is 20 dollar een haalbare kaart. En daar heb ik me eigenlijk een beetje op gefocust. En, en heb je het dan over productiekost? Nee, nee. Ja. Naar de consument toe. Naar de consument toe. Nee, naar okay. de consument, eindgebruiker. Ja. Ja, dat is een haalbare kaart wereldwijd. Ja. Um, hier in België, oké, okay, we willen wat meer mogelijkheden. Maar dat was toch mijn, mijn challenge van die 20 euro. Als we dan de, de dollar en de euro een beetje gelijkstellen. En toen ben ik naar het bedrag gegaan van 60 euro. 60 euro. Waar dan dankzij de samenwerking van de mutualiteiten 30, 40, 50 euro wordt terugbetaald, ja, dan is die in bril maar 10, 20 of 30 euro. Ja. En dat is voor heel veel mensen mogelijk. En het voordeel is natuurlijk dat het OCW niet meer moet opleggen, mm -hmm. dat de mensen het zelf betalen. En als ze het nog moeilijk hebben, een beetje in, in stukjes. Mm -hmm. Maar dat is een haalbare kaart. Terwijl het anders misschien over 200 euro of 300 euro of nog hè, een hogere ja. kost is. Ja, dat is voor die mensen niet meer haalbaar. Dus het. Het was een beetje een win-win situatie voor zowel de, de potentiële klanten als, als voor de OCMW. En we hebben de kans gekregen om daar een projectje te doen. En uh, de eerste annonce, dat zal nu een kleine tien jaar geleden zijn, ja, zat dat direct vol. Oké, okay. eh, En oké, okay, dan hebben we dat onder drie maanden gedaan. Op een duur was dat iedere maand. En die Anna, als we daar even op, op stilstaan. Hè, dus op, je komt met dat idee, en, en dan doe je een soort een oproep via of Ja, dat, was, dat is een oproep via TOSNW, ja. een, een beetje een pilotproject. Eh? Eh, een keer uitisten. Ja. Hoe reageren de mensen daarop? Eh, want uiteindelijk is ja, dat is uh, ook wel belangrijk dat mensen uh, daar goed op reageren. Eh, hoe uh, hoe reageerden medewerkers daarop? Huh? Eh, vinden ze dat een goed idee? Dus, uh, heb en... je het dan over jouw medewerkers? Je hebt het dan over jou? Nee, de medewerkers van het OCMW. Okay, want die ja. zetten dan het initiatief op. Ja. De, mensen, de begeleiders. Ja. En uh, goed, die, die regelen dan ook die agenda. Ja. En die zeggen, ik had gezegd van kijk, uh, die maandag heb ik een zitdag van 9 uur tot, tot 5 uur s s'avonds. En om het kwartier ja. kan er iemand binnen voor een oogentest ja. En eventueel een bril. Uiteraard, als de nogentest uitwijst dat ze geen bril nodig hebben, hé, gaan we geen ja, platvloerse bril verkopen. kopen. Ja. Dus dat was eigenlijk ook een beetje de service als optometrist om die mensen te begeleiden, omdat dan ook weer al die stap naar de oogarts toch niet zo evident was. Mm -hmm. Maar het was ook mijn taak om die mensen ook wel soms door te verwijzen mm -hmm. naar de oogarts. Ik vind dat heel belangrijk. Uh, een bril kun je alle dagen kopen, maar ogen niet. Mm -hmm. Dus oogzorg is voor mij het belangrijkste en een goede samenwerking tussen die werelden. Dus is een, en op de duur was dat maandelijks. Eh, dat werd dan ook wel wat verder verteld eh, binnen die sector. Ja. En, en zo ben ik dan in zee gegaan met Boom, Willebroek, Bornem. En, en dat groeide maar aan. Zodanig dat ik nu eigenlijk een samenwerking heb met alle OCMB's in het ja. rivierland. Okay. En maandag heb ik een zittag in Lier. Ja. Dat, dat ook soms, die zittag blijft dan nog wat volhouden. Omdat sommige mensen ook liever in die omgeving blijven. Ja. En de zittag, dan ga jij met je apparatuur naar ja. de regio. Uh, een beetje een mobiele optometrist, ja. optician ja. Ik breng mijn winkel mee ja. ter plekke. En in Mechelen deed je dan gewoon in je eigen zaak? In je nee, eigen winkel? ik had nee? toen nog mijn ja. eigen zaak okay. niet. Ik spreek ja. al tien ja. jaar terug uh, de brilleman. Ik vier binnenkort mijn vijfjarig bestaan. Ja. Dus ik had geen intentie op dit moment om nog een brillewinkel te beginnen. Okay. Ik had ja. dat ook gehad. Dus, uh, maar wederom, om, om, om mensen te helpen hier... Voor een betaalbare bril, ja, dat was een, ander, een andere manier van, van werken. Ja. He, dus je gaat mobiel, dat is een leuke omgeving. En, en, en was dat toen al met tweedehands uh, monturen? Nee, 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 nee. dat was ook ja. nog voor de, de corona periode. Ja. Dus uh, uiteraard, ja, ik kom uit een wereld van de optiek. Mijn, ja. mijn, mijn, mijn familie zit allemaal in de optiek, dus die helpen mij een beetje met monturen en, en goede kopen monturen. Mm -hmm. Uiteraard ja, was dat ook een moeilijk puzzeltje, dat was niet evident, ja. hè, want... 60 euro, 21 btw, yeah. dus je hebt er maar 49 euro ja, inderdaad. Niet meer over. Wat u, zeren, was dat was uw logistiek, uw inkoop, hey, uw service. Ja, dat, uh, dat, rekte, ja. dat rekende dan niet. Ja. Uiteindelijk nee. hey, dat. Voor u was dat dan op dat moment proberen naar een nul-operatie te gaan? Of ja, dat dat, ja, dat was de uitdaging. Ja. En ook uh, enerzijds om, om Ice for Belgium, noemde ik dat dan, ja. toch wel ja, op, op de kaart te zitten. Het is niet altijd, dat is mooi dat we mensen helpen wereldwijd, maar als je ook ziet dat hier bij ons zelf de problematiek heerst. Ja, vind ik toch ook wel het dat engagement mm -hmm. dat, dat, uh, dat dat normaal is om te doen. Natuurlijk hier hadden hier ook wel meer mogelijkheden. Hè. In, in het buitenland werken ik met een bepaalde technologie. Dat was enerzijds die zelfcorrigerende brilletjes. Nu is dat een bril dat ik draag. Hè. Dat, dat evolueert ook. Maar die, ja, die kinderen gaan wel naar huis met dezelfde bril. Ja. Hè, omdat ja, je moet ergens hè, een bepaalde lijn trekken. Hier hebben we natuurlijk ja, ook een slijpatelier en, 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 en zijn die mogelijkheden ja, iets gebreder? Dat begrijp ik, ja. Hey, je wilt ook wel niet de mensen naar sturen met een ziekenkastbrilletje, ja. want dat hebben we ja. dus, 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 gehad. Dat, was, was, ook gesprek, gesprek, dat erin, was ook niet erin, de bedoeling. Ik herinner dat in ons vorige gesprek, Koen, dat, je, dat, dat ook een van jouw inzichten was uh, in het Ice for the World project. Hè, dat als dat brilletje heel herkenbaar wordt, hè, dat dat ook een stukje stigmatiseert. Hè, dat, zoals wat je nu het ziekenkastbrilletje noemt. En inderdaad, wij herinneren als allemaal, ik denk iedereen boven de 35. Zoiets, 40 heeft wel ergens die een bril droeg als kind, heeft wel ergens een foto met een ziekenkastbrilletje, om het zo te zeggen. Um, en dat is, dat is een soort van stempel dat je niet wil drukken, natuurlijk. Ja, het is, de meesten hebben dat al moeilijk genoeg. Ja. En uiteindelijk heb, je dan ook, heb ik ook gezien dat die een bril toch ja, een deel uitmaakt van je persoonlijkheid. Ook van dat zelfvertrouwen. Hm. Ja, want het eerste waar we naar kijken is ons gezicht. Je bent vandaag naar de kapper geweest. Ja. Je haar is in de Dus ik wil wel zeggen, ja. Ik heb dat ook wel, hè, want met is for the World ja, uh, was voor mij het belangrijkste: kinderen goed laten zien. Mm -hmm. Maar dat is een misvatting geweest. Die wil er ook goed uitzien. Dus hè, het is, dat gaan we van het noorden, het zuiden, oosten, westen. We willen er goed uitzien. We zijn uit allemaal uit mensen. Zien, ja. ja, we zijn mensen. Dus dat is een, uh, een belangrijk issue. En door het feit natuurlijk dat die mensen ook daar heel positief op reageerden, want ze hadden wel een keuze. En het was niet het ziekenhuisbrilje, ja. ja. het was betaalbaar. Dus er was een enorme goede vibe tussen uh, de mensen zelf die het brilje moesten aankopen. Ja. En dat gaat dan ook verder, die energie naar de begeleiders. En, en, en zo werd dat, ja, uh, voelde ook aan dat daar een enorm potentieel zat om ja. mensen te helpen. Via dat, dat OCMW, eh, dat nu het sociale huis, uh, gegeven is uh, ja. geworden. En dan heb ik ook gezien, heb ik terug wel al de, de liefde gekregen om, om terug de winkel te beginnen. Ja. En zo is de Brulleman dan terug ontstaan. En daar kreeg ik dan ook wel mensen over de vloer dan. Ja, maar Koen, ik heb het financieel moeilijk. Hey, kom ik niet in aanmerking voor zo'n brul? Ik zit niet met dossier W. Hm. Ja, wie ben ik, ik om te zeggen? Nee, nee dat, dat past Tuurlijk. voor voor Je moet bij het &W. en W. Dat was ook een, een, een oogopener in die zin van, Ali, dat is al uh, voor iemand te zeggen dat je het financieel moeilijk hebt. Dat is moedig. Dat is een hele stap. En, en, en zo heb ik ook wel gezien dat er toch heel wat mensen ja, in een financiële problematiek zitten. Ook werkende mensen, mm -hmm. die, waar dat in bril eigenlijk ja, te duur is. En, en dat is dan ook weer zo'n verhaal dat, dat voor mij dan een impact had en waar ik graag een oplossing wou voor zorgen om die mensen dan ook weer al niet te stigmatiseren. Want niet iedereen heeft de moeite te zeggen van... Sorry, ik heb het financieel moeilijk. Ik denk, Koen, dat we dat vandaag enorm onderschatten: hoeveel mensen die inderdaad niet bij het OCMW zitten, maar wel elke maand opnieuw moeten krabben en hun best doen. Als je vandaag kijkt, ik heb toevallig recent wat onderzoek gedaan voor een project. We zitten vandaag met meer dan 1,8 miljoen eenpersoonshuishoudens. Dus mensen die niet met twee zijn en dus alleen een appartement moeten huren of een huis moeten afbetalen. En de verwachting is van het Bureau voor Statistiek dat dat nogal stijgt de komende 10 jaar tot meer dan 2 miljoen eenpersoonsgezinshuishoudens. Waar dat eigenlijk onze hele maatschappij niet op afgestemd is, Toekourny. niet. Koppelt dat aan de inflatie en alles wat je wilt? En ik, ik kan mij zomaar voorstellen dat er ja, heel veel mensen. Um, geen, wel een boterham op, de, op een bord hebben liggen. Uh, uh, maar het is misschien wel een potje choco. en niet kaas en esp in de, in, in de koelkast, om het zo dus zeggen. In de scholen, hè. ja. Dus uh, de boterhammetjes. Hè. Ja. Dat is, er is veel verdoken armoede. en dat is schrijnend. Dat is, wordt onderschat. Huh? Dat wordt onderschat. Um, dus. en dan. Ja, neem je dat mee. Maar. Ik had toen nog niet direct die, die oplossing. Oké, okay, ik hielp die mensen. Uh, maar dan is corona op ons gekomen. Hè? Ja. Corona heeft natuurlijk, ja, denk ik, voor ons allemaal toch wel een bepaalde impact uh, gehad. Uh, je ziet ook de gevolgen, vind ik, mm -hmm. vandaag de dag. Hoe mensen soms in, in de maatschappij staan. Het is toch een beetje allemaal veranderd. Maar ook hè, de retail is ook uh, veranderd. Um, op dit moment ja, werden de producten ook wel duurder. Hè, want uh, de logistiek was allemaal complexer. Dus voor mij werd dat ook al wat moeilijker, dat ik dacht, ja, die 60 euro, is dat nog haalbaar? Mm -hmm. En toen ben je gesprek met uh, een van mijn goede kameraden, Jan Merks, die eigenlijk al jaren pionier is in de, Allee, in, de, in de kledij, naar circulaire modellen en duurzame modellen. Een gesprek had van, maar Koen, kun je zoiets niets niks doen met, met brillen? Ik zeg, ja, maar Jan... Kijk, ik heb, ik heb wereldwijd gezien, een mooi voorbeeld is de Lions. Die verzamelen oude brillen. Ja. Dat wordt dan verstuurd naar Frankrijk, die worden daar verwerkt en die worden dan doorverstuurd naar verschillende landen. Mm -hmm. Maar die glazen blijven daarin zitten. Ja. Nee, Meest een deel, glazen zijn beschadigd. En niet iedereen heeft dezelfde sterkte. Okay. Dus Natuurlijk dat niet. is een puzzel. Je hebt die sterkte die sterkte. Wij zijn twee mannen, we gaan geen vrouwenbril mm -hmm. dragen. vragen. Als die juist sterkte erin zit. Dus dat is een heel moeilijk puzzeltje en dat werkt niet. Ik heb dat wereldwijd gezien dat dat niet werkt. Mm -hmm. 4% van die brillen krijgen een gezicht, maar 96% blijft daar maar liggen. Mm -hmm. En op den duur gaan die ook op de container mm -hmm. terechtkomen. Dus is, het is nobel, maar het is logisch. Het is heel nobel, en, en maar, maar de, 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 vandaag de dag ja, werkt dat niet. Mm -hmm. hey, je gaat ook geen billen opzetten dat je hoofdpijn krijgt. Mm -hmm. hey, dus dat, 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 dat werkt niet. En het is een heel nobel verhaal. Want Uiteraard, 4% van de brillen worden wel gebruikt. Dus dat zijn mensen die geholpen worden. Mm -hmm. Dus dat is al goed. Maar als je die in de totaliteit ziet, is dat... Ja, zit dat niet goed. Nee, die impactefforts. Nee. Ja, ja. Je gaat al van, van hier naar Frankrijk, van Frankrijk naar, naar Rwanda, naar, alleen naar al ja. die landen. Ja. Die voetdruk is, is niet, niet, niet juist. Ja. Maar goed. Eh, en met dat in mijn achterhoofd dacht ik, ik moet dat anders aanpakken. Uiteraard... Die oplossing was niet zo moeilijk. Ik zeg, ja, ik doe die glazen eruit en we zien wel hé, welke monturen dat we binnenkrijgen. Dat is heel kleinschalig. Begonnen na corona, ik denk een, een zes maanden na corona, dacht ik, wel, ik kan nog een keer annonceren via social media hé, dat we oude brillen inzamelen. Ja. En ik had dat niet verwacht, maar iedere dag kwamen er mensen met zakken binnen van Ierenkoen. Ik heb een aan ons gezet op social media, hier ja. zijn wat brillen. Dus, in het begin dacht ik dat ik dat zelf wat verwerken ja, Dat was maar... snap, duidelijk. <laughs> nou, een maand ik, met een bril lag, alleen, mijn, mijn winkel lag vol brillen Dat ik dacht, deze kan ik niet aangaan. Allee, dat kan ik niet aan. En dan heb ik gesprekken gehad met, uh, met de stad in Mechelen, uh, om dan uh, mensen aan te nemen via artikel 60 en, en, en dat werkte ook, maar het duurde duur weer dat bij mij met een winkel. Help ja, mij eens even artikel 60 voor de Ja, dat, dat, zijn, dat zijn mensen die het heel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ja. En dat wordt dan enerzijds gefinancierd, hmm. hun loon wordt gefinancierd door de stad. Ja. Hey, en dat is dan een, een traject van anderhalf jaar tot twee jaar, ja. om die mensen te integreren ja. in een bepaald vak. En dan moeten ja. die mensen... Hey, dat gaat uh, over langdurig werkloze vluchtelingen, ja, ex geretineerden, ja, de, ja. de, de, de puzzel. Heel, heel, ja. Ja, ja. Ja. ja, dus... Maar ook wel interessant, want die mensen willen, uh, die hebben een, uh, willen hun erpakken. Hmm. Hey, hun vak leren. Dus uh, dat was een, een, een leuk gegeven. En dat past me ook ja, binnen mijn verhaal. Ja. Hey, dat geeft die mensen een kans. Maar uiteindelijk werd mijn winkel daar te klein voor. En dat, dat was op den duur uh, meer een, een vuil atelier om te worden hmm. dan een mooie burgemeester. Dus, wat de intentie dus, wel was, natuurlijk. Ja, hey, dus, uh, en dan, zo ben ik dan uh, gesprekken aangegaan. Ook weer al. Ja, ik zeg altijd: toeval bestaat niet. Je komt dan de juiste mensen op je pad tegen. Dan moet ik ook wel zeggen dat, dat Mechelen een hele dankbare stad is om deuren te openen. Dus, uh, ik had dan ook iets uh, uh, ingeschreven. Dat was een, een project voor een bepaalde subsidie. En ik mocht daar mijn dada doen. En er waren drie concepten dan weer weerhouden. En ik was daar niet bij. Dat is altijd een ontgoocheling, want ja. er zijn ook iemand die graag wint. Ik geef dat ook wel toe. <laughs> Ik kan om mee verliezen, maar, maar, voilà. maar hey, we doen. Ja, ik vind dat, dat is het engagement is. Als je spelletjes speelt, speelt, voor te winnen, anders moeten die spelen, vind ik. Voilà. ik. Uh, en, en ja, ik was daar niet bij en dat was een ontgoocheling. En uh, de, de, de persoon die daarmee bezig is, die had mij gecontacteerd van: Kijk, hoe, dat is de reden waarom dat je het niet bij bent. En daar kon ik mee leven. Mm -hmm. Dus ik Ja, eigenlijk heb je wel. Ja, de gelijken, wat was de reden? Ja omdat ik te veel ervaring was om projecten op te starten. En, en de mensen die daar dan ook mee in start-up zeden. Ja. nog te weinig ervaring hadden. En dat die meer steun, ja. logistieke steun en, 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 en. Je hebt al bewezen dat je het kunt eigenlijk. Ah, ja, maar, maar je moet ja, <laughs> ja, en nee, ja. Hè, want uiteindelijk ja. ging dat ook in een nieuwe markt. Ja, tuurlijk. Waar ik ook geen ervaring mee had. Hey, en, en dat is om zo. Ja, te grijze haren krijgen is ook niet goed. Want dan denken ze dat, dat je te slim bent. of dat je alles weet. Maar dat is niet waar. Want die, ik leer graag alle dagen bij de universiteit. Want het leven stopt niet, het ondernemerschap stopt niet. Hè. Dus, dus je moet begeleid worden. Maar ik kon daarmee leven. Maar die hebben dan wel gezorgd dat ze andere deuren hebben opengezet. Ja. En misschien hoefde je niet altijd te winnen om dan nadien nog de grootste ja. winnaar te zijn. Ja. Dat is in uh, verschillende hoeveel, keren wel. Hey. Tuurlijk, hoeveel talenten echt is een tweede of een hey, derde niet? Hey, dat dat het dat is dat, ja. he. dus... Ja. Maar, Uiteraard. Hey, uh, je wint maar ja. Uiteraard. Dus iedereen die naar de awardshow show komt in het kasteel van Brabants gaat binnenkort. Uh, <laughs> daar mag, je, mag het publiek stemmen wie dat ja, voor de winnaar is dus, uh, het publiek moet zijn hart het. volgen. Zeg ik <laughs> altijd. We zijn alle drie voilà. winnaars. Uh, we, we zijn, uh, jullie hebben ons gezien en dat is eigenlijk het belangrijkste mm -hmm. al uh, voor de rest of dat je nu met je prijs naar huis gaat of niet. Mm -hmm. Je gaat met een goed gevoel naar huis want je moet dan naar een verbind gaan. Dus, uh, en de, we kunnen ook ons verhaal vertellen. Hè. Ja. Dat is ook, hè, dat is ook een, een enorme meerwaarde. Ja. Hè. Dus dat is onbetaalbaar, zeg ik altijd. Dus, en dan, zo zijn er dan gesprekken ontstaan met EcoZo. En EcoZo is eigenlijk de, 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 de kringwinkels in het rivierenland. Ja? Die ook een maatschappelijke tewerkstellingsplek ja. uh, hebben. En daar in gesprek mee gegaan, en dat klikte. Uh, mensen geloofden ook in dat verhaal om dan mensen eigenlijk aan te nemen, om brillen te reinigen. En zo is dan de brillenatelier begonnen eh, uh, in mei, uh, juni uh, vorig jaar. Twee mensen in dienst, genomen om eigenlijk die brillen te kuisen. Ja. En, en als je is, zegt kauzen, dat is vrij letterlijk, of dat is ook het stukje terug afstellen, wat moet ik daar, daaronder zien? Dat is alles een beetje. Ja. Hè? Dat ja. is reinigen, dat is uh, terug een nieuwe bril van maken ja. in, ja. in, in, in mijn nieuwe neusplakketjes. Ja. Zodanig dat dat ook wel allee, dat je niet ziet dat dat een tweedehandsbril is. Ja, ja, ja. Hey, want uiteindelijk zagen we ook dat we ja, ook heel wat brillen die, die ten einde zijn, die echt op hun pensioen gaan. Te lang in de schuif gelegen. Ja, Of te lang op het gezicht gestaan. Ja, hey, er is Ergens een einde aan. Dus, uh, en die materialen, die, die, die sorteerden we toen. Ook nog niet weten wat we daar gingen mee doen, maar we waren die wel al aan het sorteren. Ja. Hey, Iedere bril heeft andere ja, ja, Die gebruiken we om, om brillen te herstellen. Allee, dus je, je krijgt natuurlijk wel een opeenstapeling van materialen. En, en dan moet je ook weer al zoeken naar, hé, naar ja. waar gaat het. Dus, en, en, en zo heb ik dan die tweedehands brillen beginnen te gebruiken in mijn sociaal verhaal met de OCMW's. Ja. Met dan de hulp van ECOZO. Met de hulp van ECOZO. Ja. Ja. En uh, ik zag ook wel dat er heel mooie brillen. In onze laden kwamen eh, en, en, en mensen apprecieerden dat. Dus er was niemand die dat zegt, maar ik moet hier een nieuwe bril hebben. Mm -hmm. En dan ook in de winkel, dus die gebruik ik ook altijd een beetje als pilot, om te zien hoe reageert de consument. Want mm -hmm. uiteindelijk kunnen we ideeën uitwerken, maar als de consument zegt, sorry, dit idee slaagt niet aan, we willen dat niet, ja, dan stopt uw idee. Ook al is dat mooi uitgewerkt en, en klopt alles in ons hoofd, maar als het niet klopt bij de consument, klopt het niet. Dus en, en, dan zag ik wel dat, dat, dat de mensen daar ja, heel positief op reageerden. Mm. En dan op een mom bepaald moment ook weer al, komen er weer uh, andere mensen tegen en, en die zeggen, ja maar Koen, we hebben daar uh, een conceptcircuit, uh, uh, een shop-in-shop, -in -shop. interesseerde dat niet om daar uh, een brillenshop te maken? Mm. En zo ben ik dan in zee gegaan met het Circuit, ja. de kringwinkel hier in uh, Nieuw-Zuid. Ook weer een try-out uh, om te zien van, ja, loopt dat, loopt dat niet, uh, hoe reageert de consument daarop. En dan hebben we ook wel gezien dat, 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 ja, dat we daar wel wat aandacht uh, rond, rond kregen. Ja. Hè? Dus uh, omdat ook weer, ja, dat is weer iets uniek in de brillensector, een tweedehands brillenwinkel. En eigenlijk in het circuit is een soort van shop in shop ja, hè? dus ja. een, een, een aparte omgeving waar mensen dan ook op afspraak hun ogen kunnen laten meten enzovoort. Ja. Dus, uh, dus eigenlijk een voorwaardige brillenwinkel, ja? maar als een grote shop-in-shop. -shop. Ja. Uh, en een betaalbaar verhaal. Ja, inderdaad. Dat maar mooi ik, aansluit bij de missie ja, van het circuit ik, ik, ik moet... Uh, I'm not a rich guy, huh? I'm a poor rich guy, huh? ja. maar, maar ik moet ook op die manier ondernemen. Hey, ik wil dat ook dat dat een zelfbedrijpend verhaal wordt. Mm -hmm. hey, dat je niet afhankelijk bent van, van subsidies. Want als ze de geldkraan dichtdraaien, dan is, is het vooral ja. is het gedaan. Dus ja, dat is, een, dat is een moeilijke uitdaging. Dat is een puzzeltje. Ja. Uh, maar dat geeft ook, je krijgt daar een enorme boost. Hè? De circulaire ondernemers, ja, die ontmoeten elkaar. We zitten allemaal toch wel met dezelfde problematiek een mm -hmm. beetje bezig. Uh, en er zijn er heel veel die moeten afhaken. Spijtig genoeg, met goede ideeën. Uh, dus ja, het, we moet... Je moet goed nadenken. Maar dat is dan weer de, de uitdaging. Er is ook een reden waarom het nog niet bestaat. Mm -hmm. hey, dus, dus ja, dan weet we ook wel. Ja. Hey, ik, ik vind ik niets van niemand uitvinden. Nee. Uh, iedereen, dan, iedereen kan het bedenken. Het is meer hoe uh, krijg je het uh, in uitvoering in en hoe krijg je het inderdaad zelfbedruipend. Ja. Uh, vandaag, even als we de situatie dan schetsen: je hebt de winkel in Mechelen, die nu ook een deel van, van dat traffic opvangt. Uh, maar of daar ik niet... zijn ik nu mee, mee, mee gestopt. Dus okay. De Brilleman is een verhaal apart, dat is ja. een commercieel verhaal. commercieel verhaal, hey. nieuwe brillen. Dat is ja. een heel apart verhaal geworden. Een, een, en, of een opticiën. Ja. Ja, hey, dat is een optiekwinkel. Ja. Maar Refaced is eigenlijk een verhaal dat nu op zijn eigen. Ja. Heeft het nu ook staat. een eigen fysieke omgeving, Refaced inmiddels? Ja, dus we hebben dan ook bewust gekozen om door het feit. Allee, uh, mensen zien werken is aanstekelijk. Mm -hmm. hey, ik begrijp soms niet dat ateliers. Glasateliers, waar de brillenglazen altijd in een hoekje gestoken is. Hm. Ja, dat is leuk om te zien. Uiteraard zit dat wel met het probleem dat dat toestel lawaai maakt. En, hm. en, en, ja, en dat niet iedereen graag heeft dat mensen op, op je handen. Ik begrijp dat ook wel. Maar mensen zien werken, dat is aanstekelijk. En daarom hebben we ook van die ruimte gebruik gemaakt, waar de brillen worden gereinigd. We zitten daar ook aan de straatkant, dus we zijn heel hm. zichtbaar, dat is een mooi pandje. Maar dat is dus ook een volwaardige Brilwinkel tweedehands we hebben opgestart. Waar en... vinden we die gewoon? Waar vinden we? Dat is op de Battelse Steeweg... Ja. Uh, 48. Dat is ook binnen een concept de recuperij noemt dat. Ja. ...waar eigenlijk maatschappelijke tewerkstellingplekken plekken worden gecreëerd. Ja. Eh, want nu komt er ook uh, een goede vriend van mij, een schoenmaker, ja. die komt daar ook een setting doen. En, opnieuw en, een hub waar eigenlijk verschillende ja, ondernemers ja, die allemaal dezelfde problematiek ja, hebben samen ja, samen en, verhaal en dan die maatschappelijke tewerkstelling mee promoten ja. maar ook opleidingen geven hè, want ja, uiteindelijk komen die mensen ook niet uit onze sector nee. dus uh, die hebben ook allemaal een verleden een verhaal en, maar die mensen willen ook verhaat mm -hmm. dus, dus daar zitten ja, verschillende uh, vluchtelingen zitten daar ook weer al ja mm. de hele verscheiden verhalen hè, ja. Ja. en dat is boeiend ja uh, want dan word je naast ondernemer die, die enerzijds uh, ja, probeert om een, een, een model dat uh, iedereen, hey, dat, dat niet nieuw is, maar dat wel uh, voor de eerste keer dat zeggen naar uitvoering gaat met de ambitie om dat helemaal zelfbedruipend te krijgen. Um, maar tegelijkertijd, uh, die hele puzzel oplossen heb je natuurlijk ook volgens mij wel heel veel mentale ruimte nodig om die mensen die opstarten uh, met hun verhaal, met hun bagage, uh, met alles wat daarbij hoort. Ja, de, voldoende opgeleid te krijgen om die job te doen is dat iets dat veel van jou vraagt valt dat mee eerlijk ja, ik krijg er energie van oké okay. ja. ja natuurlijk ik, ik werk daar ook met een team van zo die ja. eigenlijk ook wel kennis hebben eh, ja. naar eh, die begeleidingen ja. die opleidingen ik hou me specifiek bezig met mijn domein ja. eh, de technische, opleiding, de technische moet je zo opleidingen. Ik heb ook die bagage, ja. dus je kunt het ook voordoen. Ja. Dat, dat is aanstekelijk, ja. hè, dat je niet moet zeggen, maar je moet het zo doen, zo, ja. en dat je het zelf niet kunt. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is een, een complexer verhaal. Um, en, en je ziet ook, die, die mensen doen dat met een passie. Ja. Ik, ik word er altijd goed gezien als ik daar binnenkom. Een maandagmorgen zit ik daar, en een woensdagmorgen. Dat is mijn passie. Die, ja. die zijn altijd goed gezien. Er is natuurlijk niet die grote druk. Nee, klopt. Als daar vandaag tien ja. brillen gekaasd zijn, zijn er tien brillen, zijn er honderd, zijn er honderd whatever, mm -hmm. zolang je die mensen zich goed voelen. Ja. ik denk ook wel dat we naar, naar die modellen moeten gaan, hey, voor de burn-out een beetje tegen ja. te gaan en dat is misschien een, een voorbeeld van hoe dat het misschien wel beter zou mm -hmm. kunnen hè? maar ja, goed, dat zijn keuzes ja. uh, dus, en, en, en dat is een, een heel aan, aan, ja, dat is een boeiend verhaal en door het feit dat ik dan in zee ben gegaan met kringwinkels, loste dat eigenlijk mijn probleem op van mensen die het financieel moeilijk hebben te bereiken dat die niet meer moeten zeggen, koen, koen, ja. kom, kom, ik heb het financieel moeilijk, kom, ik daar in aanmerking voor. Want dat is de, de, het mooie aan, aan de, de samenwerking met kringwinkels, is, wie komt daar? Iedereen. Jong, oud, ja. rijk, arm. Ja, klopt. Alle nationaliteiten en niemand krijgt een stempel. Ja. Ik ga niet van stempelkens geven. Mm. We zitten in een maatschappij en een stempel mm. Maar wij, wij mankeren precies allemaal iets. Ik heb dat nooit niet gekend. Ja. We waren misschien ook ADAD en, en, en whatever was ja. ons allemaal... Oké, okay, soms is het misschien wel goed dat ze iets kunnen benoemen, maar we moeten daar ook niet in overdrijven. Ja, en het kan ook hey. een, een, een gaven of een kracht zijn in plaats van als een nadeel. Wel, en, en dat, dat is het, het, het leuke met, met die samenwerking van kringwinkels. Ook... We hebben nu de, 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 de shop, de refresh-shop hier in Antwerpen. Ja. We hebben nu de refresh-shop in, in Mechelen, in... Uh, Oktober, november komt er een derde bij, een refresh shot in boom. Ja, De dus uh, roots? Ja, back to the roots. Ja, ja. ja ik vind dat fantastisch ja. natuurlijk. Hè. In het 90 mijn eerste zaak opgestart in boom en, ja. en nu terug. En, en, ja, dat trop is mij ook nog altijd ja. genegen. Ik heb daar ook 16 jaar zaken aan gewoond. Ik ben nog altijd een, ja, een beetje een bomenaar. Um, ik heb ooit nog eens voorzitter geweest van de voetbalploeg. Dus, ja. dus ja, ik ken toch nog heel veel mensen. weten weet ook dat ik in dat sociaal engagement. Want ik werk samen met, eh, met het Sociaal Huis van Boom. Ik heb er ook af en toe een Zittag. Maar ja, dat, dat kunnen we dan verplaatsen binnen dat verhaal. Dus dat is ook wel een win-win. Ik kijk ja. er ook enorm naar uit. Maar het leuke is ook door. Hey, ik kan u twee vergelijken: in, in, in Mechelen en in, in Antwerpen. Uw publiek is ook wel anders. In Antwerpen. 80% van mijn publiek zijn mensen die ook een bril van 600 euro kunnen kopen. Ja. I love that. Ik vind ja. dat fantastisch. Ja. Dus, um, omdat mijn piramideke heel... Ik wil een groot piramideke hebben. Ja. Ik wil niet alleen werken voor de happy few of ja. voor de mensen die het moeilijk hebben. Dat is maar een klein piramideke. Ik wil eigenlijk een concept voor iedereen. Ja. En dat is... Waar mensen die zich daar goed bij voelen om uh, een tweedehands te kopen. Uiteraard, he, Tim, dat, ook. He, dat zijn ja. mensen ook die, die daar voor open staan, hmm. die op zoek zijn naar een schat. En uiteindelijk ja, kunnen bij ons ook wel eens een schat hmm. vinden. Uh, de merken blijven bij ons hetzelfde qua prijs. Ja, je hebt een prijspunt, geen prijspunt. He, ja, al, we hebben geen prijs Puur economisch, maar dan begrijp ik natuurlijk dat die, dat die twee. Dat je die twee belangen niet wilt vermengen. Ik was deze zomer in het zuiden van Frankrijk in een dorpje Laval, dat is in de Vaar, de Provence-Vert. Prachtige omgeving, oud dorpje. Kan je door de kleine straatjes op naar rommelmarkt, Kom kom op een pleintje, heel veel volk, muziek, gezellig. Je ziet iemand buiten voor een winkel jazzgitaar te spelen. het Blijkt een gitaarwinkel. Ik ga daar binnen. Er was niet alleen een gitaarwinkel, er was een vintage gitaar- en vintage zonnebrilwinkel. Dus hij, de man, verkocht vintage gitaren en versterkers, sleutelde eraan. En de vrouw verkocht vintage zonnebrillen. Een grote vitrinekast. Met ja, alle, alle grote merken die, die vandaag gegeerd zijn, jaren 70, jaren 80, maar we spreken wel 100, 200, 300 euro, vraagprijzen hè, voor die gegeerde modellen. Dat echt, wow, ja, en, en dan uh, begrijp ik dat er enerzijds, ik kan me voorstellen dat er bij een publiek komt die het kan betalen, enerzijds op echt gaan, maar anderzijds ook gewoon vanuit een goed gevoel. Ik merk meer en meer in mijn omgeving. Ik was uh, recent op een ondernemersavond en iemand die ik redelijk goed ken, die zei tegen mij, Tim, vind je van mijn jasje een heel tof kostuumvestje? Ik zei, oh, top. Tien euro, joh. de kringwinkel. Zo, echt zo. En ja, zo. Ja. Ik, ik zeg, oh, maar ja, top. Dus je begint te voelen dat iedereen vindt dit kringwinkel. Het begint wel uh, don te worden in het algemeen om twee te kopen, tot zelfs ik toon hiermee iets mee. Ja, oh. en, en vooral de jeugd, hè. Ja. De jeugd staat er enorm voor open. Ja. Dat is onze toekomst uiteindelijk. Maar, maar ik merk ook, uh, uh, laat ons zeggen, alle moeders van de... Ik, mijn kinderen zijn 11 en 13. En uh, mijn uh, vrouw koopt evenveel op Vinted of in de kringwinkel als mijn dochter ondertussen. En in onze vriendenkring massaal eigenlijk. Ja, dus, uh, ja. ja het ja. steekt ja. elkaar aan natuurlijk. Ja. Hè. Ja, goed, dat, is, dat is ook een, een beleving. Hè. Ja. Ja, geen kringwinkel, dat is een beleving. Ja. Ja. Hè. Je vindt daar van alles. Hè. Dus uh, daarom ook dat het... Hè, want nu de, de reface-shops... We zijn de shops waar we dus eigenlijk een service geven uh, als er iets kapot is, waar hmm. het er ook een oogonderzoek uh, aangekoppeld is, waar het er begeleiding is. Ja. En daarnaast werken we eigenlijk ook met de andere kringwinkels, waar ja. het dus een shop-in-shop -shop staat. Hè. Dat okay. is een, een, een meubel ja. uh, waar de mensen kunnen kiezen uit 33 brillen, ja. en waar je dus ook de oude brillen kunt indroppen ja. die voor ons kunnen verwerkt worden. 33 brillen kiezen is niet zo evident, dan moet er juist de bril ja. staan die bij u past. Maar het, we slagen er ook wel in dat ja, mensen die een bril wel in hun hoofd hebben en die zien hangen... Ja. En dus hoe gaat dat dan in zo'n shop-in-shop? Hoe werkt dat praktisch? Ja, wel, dus die shops-in-shops -shops zijn geïnstalleerd in de andere kringwinkels, ja. die eigenlijk ook wel gekoppeld zijn aan Ecozo, Kringwinkel mm. Antwerpen... Hetzelfde netwerk, ja. ...Kiemkracht... Ja. Want er uh, komen er nu twee bij, Purs en Bornem. Dat ja. is ook een beetje mijn hometown. Dus uh, om, om eigenlijk... enerzijds een beetje te communiceren over het project. Mm. Hè, met een flyer, om de mensen ook een beetje te teasen. Maar uiteindelijk ook om te zeggen van... Kijk, hier kun je een bril kopen van 60 euro. Mm. En dan natuurlijk, een, 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 weet je weet niet welke strek je hebt. Ja, dan bent u welkom in onze ja. shops. En daarom zijn die Reface-shops ook een beetje gelokaliseerd... Als in het hart waar we aanwezig zijn. Hè? Hm. Dus Boom is de bedoeling dan van, uiteraard, en Puurs. De Ruppelstreek eigenlijk. De Ruppelstreek, Eeschellen, ja. ja. Niel, ja. Hemixem, uh, Londerzeel hoort erbij. Ja. Dat willen we eigenlijk in, in Boom, die mensen die een service geven. In Mechelen is het ja, groot Mechelen, er zijn drie grote kringwinkels. Ketlein Waver, dat ja, is een stad van 90.000 mensen, dus ja. potentieel genoeg. En dan Antwerpen, werken we samen hier uh, in de Kringwinkel in de Meijer, ja. uh, de Lange Koepoortstraat, uh, de Abdijstraat, dan de Statiestraat in Berghem, ja. Schoten en, en Brasschaat. Ja. Dus... Uh, dus dat is dat netwerk die dan eigenlijk de service wordt gegeven in Antwerpen. En zo wil ik. Ja, en je hebt dan telkens te graag... in, in dit geval in circuit, in Antwerpen Zuid, heb je dan de maidservice, zal ik maar zeggen. En het is De anderen zijn meer lead generation, om het even zo te noemen. Mensen... Maar ook de maidservice, ja. hè? Dus, ja. dus in, in, ah, die, in, ja, ja. in de refresh shops. Ja. Ja, hè? Ja. Maar niet in de, in de, ja. waar, ja. De, waar de, de kasten staan, nee. dat niet. Ja. Maar in de, in de shops zelf, ja. We vaste dagen, dus een dinsdag. Uh, worden er oogmetingen gedaan hier in Antwerpen? De woensdag is dat in Mechelen en een donderdag gaat dat ja. in Boom zijn. Dus, zodanig en doe jij mis... dan zelf die oogmetingen nog? Uh, voorlopig wel, ja. ja. Om het roeien met de riemen dat ja. je hebt. Ja. Dus, uh, maar ik krijg toch uh, van, vanuit mijn wereld op de metriewereld toch wel wat jonge generaties die zeggen... Oh, uh, we lezen over u en, en wij meestal deelwerken de optometristen in oogartsenpraktijken. praktijken. Hè? Ja, die worden ook wel geconfronteerd met mensen die het financieel moeilijk hebben. Mm -hmm. En die weten ook niet direct zo, waar moeten we ze naartoe moeten sturen, want uiteindelijk uh, ja, is, is de. Het is niet omdat de marketing uh, zoveel percent geeft en, en zoveel bril ja. geeft, dat de ja. prijs ook ja, na God. van hand is. Ja. Dus, dus, uh, en, en dat is niet direct een, een, net, allee, een, een uh, platform voor die mensen, bijvoorbeeld heel veel vragen niet uit het Gentse, ja. om daar iets op te starten. Dus de vragen komen naar ons toe. Ja. En dat is fijn om te horen. Want ja, uiteraard, het project draait niet rond mij. Nee. Het, het project draait om mensen te helpen met een betaalbare bril... Ja. Het is ook niet de insteek om tegen de schenen te stampen van mijn collega's. Nee. Hey, het, is, het is, een aanvulling van, hey, en ik hoop, hey, want ik schrijf geen exclusief verhaal, hey, dus dat is een verhaal dat iedereen kan schrijven, dat ik sommige collega's ook wil kan inspireren van, laat ons samenwerken, ja. hoe moeilijk dat ook is, maar uiteraard zit daar ook altijd een, 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 ja, niet alleen een maatschappelijk effect in, maar, maar, want ja. zelfs voor het, voor het inzamelen om maar iets te zeggen, zou het toch in mijn hoofd helemaal niet onlogisch zijn dat je, dat je bij, bij. Maar het ligt allemaal gevoelig hè? Ja. en ik begrijp die gevoeligheid ook ja. natuurlijk. Hè? Ja. Want ja, als je een bril verkoopt van 60 euro en bij je collega ligt die even 400 euro, ja. begint maar natuurlijk. Maar ja. het is een ander insteek, een ander publiek ja. waar, dat je, waar we naast elkaar ook kunnen, mm -hmm. kunnen moeten mee leven. En ik vind ook altijd. Ik neem altijd het voorbeeld van Mechelen. Mechelen is een brillenstad. Hmm. Alle topopticiëns zijn daar. Alle ketens zijn daar. En de brilleman is daar ook. Hmm. Gaat, kijkt en vergelijkt. Hmm. En waar je je goed voelt, hmm. daar koopt je. Maar het is voor ieder wat wils. Ja, en dat is ook nodig in, in, in die wereld. Dat is belangrijk, dat hmm. mensen ook keuzes hebben. Hmm. En, en een van de keuzes is ook, het weer hands, maar niet iedereen... Valt voor tweedehands, tweedehands. Nee, en in elke stad bestaat. Dat, ik wil zeggen, als je gewoon naar een textiel kijkt, in elke stad waar je komt, bestaat vintage en tweedehands winkels naast gewone winkels. Ik wil zeggen dat dat is een. Nee. Ja, je, dat is, dat dat is een dat een elkaar die versterken. Ja, je ja. moet een, een aanbod kunnen uh, bieden. En, uh, en Ik ben ook blij, bijvoorbeeld nu Oxan heeft mij gecontacteerd. We gaan een samenwerking opstarten. Mm -hmm. En we gaan dus in de, de tweedehandswinkel uh, van Oxfam. Er uh, wordt nu ook een brillenshop in Brugge. Ja. Dus dat is al iets over de grenzen heen, ja. niet meer rond de grote kerktoren. Ja. Dus dat is ook een uitdaging om. Het uh, is dus ook een beetje een pilot dat ja. we daarop starten. Um, en zien welke mogelijkheden daar zijn. Ja. Dus dat is logistiek een, een hele uitdaging. Want ja. Een bril verkopen, dat is het gemakkelijkste wat er is. Dat is ook een leuk product. Ja. Hè? Dus, uh, Sexy product, het ja, is identiteit. Je, is identiteit stof. Het is ja. identiteit, is een heel ver... ja. Maar mensen staan er niet bij stil. Welk wat, wat proces ja. dat daar vooraf gaat, en dat die nog komt, vooraleer het een bril terug op je gezicht komt te staan. Ja. Ja, want het, het, Wat mij ook wel, en dat is leuk, en dat is boeiend. Uh, om te ervaren of dat je nu een bril verkoopt van 60 euro of een van 600 euro, blijft hetzelfde. Hè? Ja. Die klant wilt het maximum. Hè? Ja. Soms raar, want dan zie je dan neem ik: die, maar als je nu een kruidvatbiddelje koopt, heb je dan datzelfde ja. gevoel? Nee. Maar als je een bril op maat maakt, ondanks de prijs, ja. Ja, hebben ze wel datzelfde gevoel. Dit is ook een challenge Ja, zonder twijfel. En dat is ook weer de uitdaging om dat gevoel ook te kunnen geven. Ja. He, maar dat zijn zo de, de uitdagingen waar je niet direct toch wel niet rekening mee houdt. Dat je zegt: Oké, okay, we geven nu een betaalbare bril, dan gaat van 60 euro. En als je dan nog eens 40 euro terugkrijgt van de mutualiteit dat is 20 euro, dan denk ik, ja, dan gaat het daar wel losser mee nee, oh, ja, oh. Nee, ja, nee, 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 nee. Dus dat is. Dat ja, ja. Ja, blijft een belangrijke emotie. Een emotie ja, 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 ja. Dus, en, en dat is ook het, uh, ja, het, het, het goede dat je. Dat je je ja, verhaal moet ja, met heel veel zaken uh, rekening houden om het op ik, het niveau te houden. Ja, ik kan me voorstellen dat, uh, eh, want het, uh, het idee en het concept hangt aan elkaar van. Uh, Hangt aan elkaar met organisaties met gelijkaardige doelstelling. We willen sociale tewerkstelling, we willen meer circulariteit. Het zijn partnerships. Daartussen heb je natuurlijk een hoop logistieke links nodig, want die brullen moeten opgehaald worden, die moeten van A naar B, die moeten daar dan verwerkt worden. Je wilt dan zien dat in die logistiek de bril niet beschadigd wordt, want als je hem goed binnenkrijgt en hij gaat van kringwinkel A naar het atelier en hij wordt onderweg beschadigd, je moet hem daar dan verwerken enzovoort. Slijpen nieuw glazen erin, wat, ook sowieso al, wat ik ook al bijzonder vind, omdat bestaan er is daar standaardisatie in in bril en glazen of zijn dat allemaal andere vormen en maten allemaal andere ja. vormen ja, dus, hey. dus oh, goed ja hey, dat, voor ons is dat natuurlijk hey, dat is het vakgebied het, het, ja. vakgebied ja. Eh, maar door, door het succes op korte tijd hebben we dan ook beslist van oké okay, ik wil zelf een slijpatelier ja. opstarten en zo zijn we dan uh, dit jaar een volwaardige slijpatelier ja. opgestart om daar ook weer al mensen op te leiden ja. om Ah. Glazen te slijpen. Wat, in dan, wat, wat, het, wat is een knelpuntberoep in de reguliere? We ja, hebben een hebben enorm probleem ja. in ons. In ons uh, ja, weet je, de, 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 ik. Ik snap soms uh, de geplogenheden niet van onze politieke mensen. Hey, op een bepaald moment, 2017, 2018, hebben ze dus beslist dat je geen diploma meer nodig hebt om optieker te zijn. Oké. Okay. Ik begrijp dat niet. Allee, een bril verkopen, oké, okay, ja, gaat wat. Schilzet en, en, en het gevoel met mode, ça ja. va. Maar het stopt niet met een bril. Nee, he. nee, het is de oogmeting. Het is die, ja, he, de ja. oogmeting, de glazen, ja. he, dat, het advies. Hm. Dus, ja, dan heb je toch wel wat kennis nodig hm. in mijn hoofd. He, want onze gediplomeerde opticiens zonder diploma, ik heb het daar moeilijk mee. Hm. Natuurlijk, het, het heeft ons niet vergemakkelijk door het feit dat je nu geen een diploma meer hm. nodig hebt. Hm. Dus wat, wat mij zorgen baart op termijn, is dat het vakmanschap ontverdwijnen is. Mm. En willen we dat? Nee, nee daar herstelt zich wel. Maar, ja. maar je ziet toch een enorme ja, verschuiving. Mm. Eh, ik merk ook wel dat mensen terug trouwer aan het worden zijn naar vakmensen. Ja, absoluut. En dat vind ik wel een goed uh, gevoel, ja. eh, dat, uh, dat vakmensen toch wel worden geapprecieerd. Ja, we hebben het geluk van, zowel in de brillenwereld, maar ook in de modewereld, in de fietsenwereld enzovoort, voor wel wat... Uh... Vaak mensen te werken als studio dan. En degenen die echt hun vak ernstig nemen en er recht voor gaan en, en vol passie en vol liefde en vol toewijding, dat zijn toch degenen die het vandaag goed doen en waar klanten naartoe komen. Gelukkig. Hè? Ja, ja, inderdaad. Want er is een periode geweest dat dat niet, minder ja. werd geapprecieerd. Ja. Ja, maar dat de was tijd een... is een slingeren. Ja, ja weet je dat is, ja. Alleen, dat is ook het leuke aan het ondernemen. Hè? Het ja. wordt nooit saai. Dat is nooit hè Dus uh, je kunt nooit zeggen, ik kan nu op mijn lauren rusten. Die en tijd is, 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 is er niet. Dus dat is ook het, het mooie aan het, aan het ondernemen. Want ik zie ook met die Slijpatelier, dat biedt dan weer al wat meer mogelijkheden. Ja. Uh, dus ja. Denk je dan maar, aan meer mogelijkheden om ook het businessmodel uh, ja. nog wat stukjes aan toe te voegen? Want het, ja. het basisbusinessmodel is keihard, hè? toch? Het, het is keihard, hè? Want ja. allee, de, de prijs ligt niet. Nee. Hè? Nu wat wij dan ervaren, dat is ook het leuke uh, in de conceptstores, de van refix dan, hè, dat we klanten hebben van, oké, okay, dat vinden dan een leuke bril, ja. maar ja, die, die glazen van, van 180 euro voor een multifokaal, zijn dat dan wel goede glazen? Zie ik? Ja, je moet appelen met appelen vergelijken. Nee. Hè? Kun je kunt niet verwachten van een glas van 180 euro dat dat hetzelfde comfort biedt dan glazen van 1200 euro. Nee. Hè? Je moet appelen met appelen vergelijken. Ja. Dat is ook iets dat, 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 vind ik, heel belangrijk is. Hè? Moest dat nu wel zijn, ja, ja. Dan, dan, dan heeft mijn wereld een probleem. Ja. Hè? Maar dat is absurd verwoorden. Degene ja. dat dat verklaart, ja. je weet niet waarover dat dan praat. Dus dan heb ik soms de vraag: van hoe ja, kunnen we daar geen kwaliteitsglas in doen? Ja. Dat is nu de volgende stap dat wij gaan doen. Ja. Is dat natuurlijk een ander verdienmodel? Is dat je dus de glazen eigenlijk apart kunt aankopen. Ja. Kwaliteit dat je zelf kiest. Ja. Ja. Dus en, Waarbij en, dat je vandaag mikt 60 euro enkelvoudig 180 multifokaal. Voor een prijs-kwaliteit topverhouding, uh, denk ik dat dat toch het dat, verhaal dat, moet dat, zijn? Dat, voor mij is er de, de goed uitzien, dat kiezen zelf. Voor. Ja. ja. He, dat, 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 wij, uh, ons. Opdracht is dan om te zien of dat een bril wel goed past. Ja. He, dat hij uh, comfortabel staat. Ja. Dat is een beetje onze taak. Maar smaken en geuren en kleuren. Die dat is, ja, weet je, dat, is, dat is persoonlijk. Maar onze taak is wel dat de mensen goed zien. He, dat, is, dat is mijn belangrijkste uh, ja. uitdaging. He, dat mensen goed laten zien. En dat iedereen met een glimlach naar buiten gaat en dan eigenlijk zich als ambassadeur of ambassadrice ja. voelt van ons product, want ik heb dat ook wel nodig. He, ik ben niet in staat om alle dagen op radio en tv te komen. Deze zijn voor mij al een uniek verhaal. Dus, dus ja. ik moet dat ook wel grijpen, zo'n ja. kansen. Um, maar, maar door, door daar de focus op te leggen, ja, willen we ook wel die expertise naar het goed zien brengen. Mm -hmm. En dat is de volgende stap, um, dus dat zit al helemaal in mijn hoofd. en daar ook aan aan en dat gaat ook weer iets unieks zijn in de, in de wereld van de optiek. Maar dat ga ik nu nog niet vertellen. Ah, ik voel een teaser. Daar ja, hangt een teaser nee, in de lucht. Dat is ook zo, Maar goed zien is de, is de kern altijd. Ja, dat altijd. is, dat is, dat is ja. belangrijk. Goed zien is, is, is belangrijk, ja. Dat geeft comfort. Natuurlijk, de uitdagingen van vandaag liggen heel anders dan 15 jaar terug. Dus we staan helemaal anders in het leven. Wij gebruiken onze ogen helemaal anders. Mereen, nou, we willen ver en ja. lezen. Maar nu is ook die tussenafstand. Welk vak doet je? Wil ik beroep doet je. Ja. Hey, dus, we, uh, ja, we moeten meer flexibel omgaan met de ogen. Ja. En dat heeft een impact naar vermoeidheid. Hey, de, uh, vermoeidheid wordt dikwijls gecreëerd door de ogen. Ja. Hey, dus we zitten daar ook weer in, op een scharniermoment. Om daar toch wel wat meer aandacht aan te besteden, als we zien naar kinderen toe. Als we niet opletten, binnen dit en enkele jaren zitten we aan 50% van de kinderen die een bril moeten dragen. Hè. Ja, Ik heb dat wel eens de myopie-pandemie eh, ja, horen ja, maar noemen. Maar dat, maar dat, ja. dat is ook ja. zo. Hè. Mijn wereld omarmt dat. Hè, ja. in die zin, hè. Maar dat is niet de bedoeling. Hè. Ja. Als je het op een andere manier kunt, kunt aanpakken om dat te vermijden, om het niet mm -hmm. voor je plezier een bril opzetten. Hè. Mm -hmm. Ik zeg altijd: de, de perfectie is dit. Mm -hmm. Geen een bril. Mm -hmm. Een bril is een hulpmiddel met voor- en nadelen. Mm -hmm. Lensen, hulpmiddel. Voor- en nadelen kunt u laten opereren. Voor- en nadelen. De perfectie is weg. Mm -hmm. En daar moet u mee verzoenen. Dat die een bril op uw neus staat, ja. dat dat een gewicht is, dat je een keer op die randen kunt zien, dat dat vuil wordt. Ja, ja dat hoort bij. Bril dragen. En tegelijkertijd, ik, ik ken jou nu niet anders natuurlijk, dus op het moment dat ik in Bril af ga, is dat eventjes zo, dat wow, is iemand anders. Hè? Dat is ja, het, ook het, bijzonder. Het, 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 het graven is, ik heb ooit een keer met een baard afgedaan en, en contactlens niet gezet ja. en zo in Mechelen rondgelopen. Niemand was u. incognito. Ja, ik dus kan me, me dat zo voorstellen. Dus, uh, maar met Gent zie ik er dan wel tien jaar jonger uit. Uh. <laughs> Bij wijze van spreken. Nee, nee. <laughs> Koen, uh, op zich, hè, de, 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 dat zijn heel wat stappen gezet. Gewoon even binnen dat hele verhaal. Um, je bent, je, je, dat moet niet rond jou draaien. Vandaag draait dat operationeel nog een groot stuk rond jou, gok ik. Heb je ook al mensen in het team? Zijn dat uh, mensen die via die, die uh, verschillende partnernetwerken. Um, is de ambitie om mensen te gaan aanwerven? Wat, hoe zit dat ongeveer? Want ik, hey, je bent, het concept is maar zo schaalbaar. als het aantal metingen dat je kan doen, bij wijze van spreken. Klopt. Hè? Ja. Dus, dus uh, ja, dat zijn de, de, de groeipijnen. Ja. Of, uh, maar ja, goed, dat is, dat is positief. Hè? Ja. Um, dus ik. Uh, Werk ook met vrijwilligers ja. die in dit concept geloven, ja. die mij helpen mij ondersteunen. Ja. en ondersteunen. ik krijg toch wel wat uh, mensen vanuit mijn wereld, die ook kennis hebben, die mee toch wel ondersteuning willen geven. Mm -hmm. Dus dat is een, 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 een natuurlijke proces- en, ja. en een groeiverhaal. Antwoorden: Is je dat is vandaag een VZW-structuur? moeten ah, wel ja. 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 Dus, ja. Dus, dus dat is goed, omdat ja. ook het doel. Is een sociaal verhaal te schrijven ja, met maatschappelijke tewerkstelling. Ja, maar wel een zelfbedruipend, dat, dat niet is een ja, ja. Dat is natuurlijk geen. Dat uh, is de dat ondernemer gaat... in die de risico's uitsluit. Ja, <laughs> weet je, in, die, in die zin moeten we moet keuzes maken. Ofwel schrijven we een commercieel verhaal, ja. en dat mag, hè, dat, dat is ook dat nodig. Hè, maar ofwel gaat we meer naar het maatschappelijke sociale verhaal. Hm. Omdat ik denk dat dat de enige kans is dat dat een verder leven gaat hebben. Als, ik, als het gras op mijn buik groeit, mm -hmm. bij wijze van spreken. Dat snap ik. En dat is mijn, mijn hoofdtool. Ja. Um, maar ja, dat zal de toekomst wel uitwijzen, ja. natuurlijk. Maar je kan er alleen maar aan werken. Maar het mag geen verhaal zijn van Koen van Polberg en dit en dat en hetgeen, nee, nee. Dan ben ik fout bezig. Natuurlijk ja. moeten we dat wat dragen en moeten we dat, ja, moet dat uitwerken. Ja. Maar als je kunt bewijzen: van, oh, we doen, maar Dat werkt precies toch? Mm -hmm. Ja, dan, dan gaat het nog wat gemakkelijker, want er gaat een instroom sowieso komen. Ja, en met een instroom volgt er is natuurlijk. Ja, dat is, is, dat is een, ja, een, een natuurlijk gevolg van, ja, van verhalen die geschreven worden. Soms moeten we wel vooruitkijken, maar we moeten ook niet te ver vooruitkijken. Ja. Want soms moeten puzzelen. Ondernemen is ook een beetje deelvallen en opstaan. Met mm -hmm, soms zeker. een bepaalde verwachtingspatronen, dat je denkt dat gaat het zijn, dat is het dan net mm -hmm. niet. Degene waar je dan denkt, well, oké. Okay, ik had nooit niet verwacht dat ik hier zou zitten en genomineerd zou worden. Nee. Uh, dat stond, niet, dat stond, dat bij stond mij niet in het plan. Maar nee, dat stond <laughs> niet in mijn draaiboek, dat was ook niet direct mijn uitdaging. Nee. Maar uiteraard geeft dat wel de mogelijkheid om te zeggen... Oké, okay, ja, we, we kunnen dit verhaal toch wel verder schrijven. En mijn doel is toch om, om binnen dit een... een Vijf jaar in Vlaanderen aanwezig te zijn en dan zien we wel waar we staan. Ja, in Vlaanderen dek dekkend aanwezig te zijn. Ja, weet ja. Je, als je in Vlaanderen dat kunt bewijzen dat dat werkt, kunnen we dat overal ja. uitrollen. Ja. Dus maar ja, stap per stap. Ja. We zijn nu al een beetje hè, we zijn voorbij het kruipen, zal ik maar zeggen. Ja. We zijn al de, 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 de eerste ja. stapjes. We zijn al een klein beetje nog niet echt ontlopen, maar het begint al wat vlotter te gaan. Ja we gaan al wel minder vallen als uh, vandaag onder de luisteraars als je nu zegt van ja, dat, dit is wat mij momenteel echt bezighoudt, dit zijn zo de, de grote knopen die ik probeer te ontwarren. Uh, daar zou ik mee geholpen zijn uh, zou je dan iets kunnen, kunnen benoemen? God, ik ben mij alles geholpen ja. hey, voor mij, ik heb een heel mooi product om mensen te ontmoeten ja. dat is een proper product, dat is een dankbaar product je laat er mensen beter door zien dus een bril is ook eigenlijk een, een, een symbolisch product. Het zijn twee werelden, de linkse en de rechtse. Misschien dat mag dat ook wel het uiterste zijn. Maar die worden overbrugd door het brugje. En eigenlijk de armjes is om elkaar te omarmen. Mm -hmm. Dus doordat alleen al is die metafoor klopt, vooral met, met, met het verhaal dat ik aan het schrijven ben, alles helpt. Ik, 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 eh, gesprekken helpen, mensen die, die uh, ja, ook op professioneel vlak ideeën hebben, mm. helpt. Dus, en dat is het, 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 het mooie aan het ondernemen. Mm. Hè, dat, is, dat is verbinden, ja. luisteren, vooral dat, luisteren. Mijn moeder zei altijd, Conrad, je moet meer luisteren. En dan zei ik tegen haar, als iedereen luistert, moeder, wordt er niks gezegd. <laughs> maar, je moet luisteren, dat is heel belangrijk. En dan is het de mensen tegenkomen dat je moet tegenkomen op je pad. Ja. Ik ben gisteren naar een evenement geweest van Voka. Wel ja, hoe dat kaarsen, dat is niet belangrijk. Mm. Maar eh, je slaagt er altijd in om die mensen te ontmoeten dat je toch wel op je pad wilt ontmoeten. Mm. Dus het is ook een energie tussen mensen. En dan is dat ook het schrijven van het ja. verhaal. Dus ik ben niet altijd op zoek naar de, die partner waar, ik, waar iedereen nee. van droomt. Als die en dat zou willen, dan komt hij wel tot mij. Zijn. Ja, het is altijd een beetje ja, de energie ja. van, het, van het leven. Ja, en het toeval dat niet bestaat, uh, zoals je het net noemde. Maar het is denk ik altijd, ik geloof heel erg dat toeval een combinatie is uh, van oprechte intentie en opportuniteit die elkaar ontmoeten. Uh, dus ik ben er wel van overtuigd dat uh, met de intentie die jij in dit project steekt, in de liefde, ik denk dat iedereen dat ook hoort uh, door, de, uh, door de microfoon, dat die ontmoetingen... Die volgen wel en die. die ja, ik ben heel benieuwd waar dit pad zich verder heen ontwikkelt. Uh, en net als jij. Ja, weet je, er wordt aan gewerkt. Hè. Ja. In die zin, ik, ik, dat is misschien heel raar. Als ik met iets begin, weet ik al waar ik wil eindigen. Ja. Dat is moeilijk te vatten voor de meeste mensen rondom mij. Ja. Um, dus ik weet waar ik naartoe wil. Ja. Soms weet ik ook niet hoe dat ik daar naartoe ga. Hè. Dat, 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 dat is ook weer. Ja, dat uh, is no straight line. Hè. Mm -hmm. Nee, dat is soms uh, met wat omwegen, maar ik weet waar ik naartoe nee. en ik hoop dat ik daarin slaag. En, en als ik daarin slaag, oké, okay, dan moeten we mij nog eens uitnodigen, want kom, je het goed gedaan. Mm -hmm. Maar ik wil maar zeggen, dat is nog een lange weg. Hè. Ja. En het kan goed zijn dat ik niet slaag. Hè. Ja. Nee, dus dat hoort dat er ook bij. Ja. Dat staat niet direct in mijn draaiboek, dat staat niet in mijn boek. Maar ja, dan moet ik rekening mee houden. En dan, ja. Ja, dan, dan heb je het geprobeerd. En dan hebben we er al bij geleerd. Ja. Ik zeg ook altijd aan het leven, of, of ondernemers of, of jonge mensen: doe het, doe het, ja. doe het. Ja. Want het is niet voorspelbaar. Hè? Nee, klopt. En je leert daaruit. Iedere stap dat je zet in het leven, leerde uit. Je hoeft daar niet altijd de ondernemer te zijn. Iedere stap dat je doet in het leven, leerde. En dat is het boeiende aan het leven: te het eindigen. Ja. Het stopt ergens. Dat is voor iedereen gelijk. Gelukkig. Zolang dat we hier zijn, ik zijn brief mogen komen naar die planeet, ja, dat is een boeiend leven dat wij hier leiden. We are lucky guys, hè? Very lucky. Ja. En wij zijn ook very lucky met u opnieuw als uh, gast <laughs> Ik vond het uh, oprecht opnieuw een. Uh, een leerrijk gesprek uh, ik uh, weet dat ik met Koen, uh, met, Koen met Ruben <laughs> uh, met Ruben aan de voorbereiding bezig was en dan we zeiden van, uh, ja, we gaan dan alleen op reface focussen hij we dan een uh, de podcast mikken we altijd op een uur ongeveer hè, gaan we een uur kunnen, kunnen vullen en we zeiden tegen elkaar, dat gaat geen enkel <laughs> probleem zijn <laughs> dat gaat opnieuw een uur boeiend, uh, boeiend luisteren worden uh, Koen, dankjewel voor je komst nee, dankjewel voor de uitnodiging proficiat met je nominatie Um, ik geniet ervan. <laughs> heel fijn. En uh, alle luisteraars, ja, als je uh, koen graag ontmoet, binnenkort hebben we de, de Awards in het kasteel van Brasgaten. En dan moet ik even spieken naar Ruben, die ook gaat spieken op zijn telefoon. En dan gaan we straks even opnieuw opnemen. 3 <laughs> oktober. 3 <Drie> oktober, kijk. <laughs> Uh, Excuses aan me, de mensen van QA. Nu dus 3 oktober, Kasteel van Brascaat. Uh... Waarom 4 oktober? Bestaat een brilleman vijf jaar, dus voilà. ik heb het zo wat gepland. Voor... Het is ook het weekend van de klant. Hè. Voilà. Uh, en Mechelen is de gaststad voor de weekend van de klant, dus er staat heel wat op til Heerlijk. in onze stad. Heerlijk. Uh, Koen, ik kijk er uh, naar uit uh, om het verhaal verder te volgen. Binnenkort heb ik het geluk uh, om op een uh, event van Commeos in de buurt te spreken bij jou. Dus ik kom ook langs. Uh, de, ik kom ik de winkel in Mechelen uh, bezoeken. Dus uh, uh, ik had de shop hier in Antwerpen al gezien. Uh, ik ben blij dat we elkaar hebben mogen leren kennen. Blij dat we jouw verhaal met de luisteraars hebben kunnen delen. En ik wil iedereen dan ook bedanken voor het luisteren alweer. Tot de volgende keer. Tot de volgende Team Retail. Team Retail. Opnieuw een uh, warm en leuk gesprek met Koen. Naar goede gewoonte neem ik jullie even mee door de dingen die mij zijn bijgebleven. En het wordt een, uh, een thema in deze podcast, het wordt een constante. Maar samenwerken, dat heeft de toekomst in retail in zijn geval slimme samenwerkingen. En die samenwerking, dat kan gaan van echt grote structurele samenwerkingen, zoals zijn samenwerking met de kringwinkels, met Ecoso. Maar dat kan ook gaan... Naar in dialoog gaan en in gesprek gaan met mensen die dezelfde passie, dezelfde interesse delen en van daaruit weer een klein deurtje geopend zien naar de volgende kans die jou verder vooruit helpt. De samenwerking kan groot zijn, maar dat kan ook echt heel klein zijn. En ik denk, zoals Koen het zelf zei, het verhaal moet verteld worden. Dus dat is ook wel iets waar ik in geloof en wat mij is bijgebleven, het verhaal moet verteld worden. Hij is iets aan het doen dat nog niemand gedaan heeft. Ik ben er vast en zeker van dat mensen het wel al geprobeerd hebben, maar niemand heeft het op schaal georganiseerd gekregen, wat het businessmodel technisch gezien onhaalbaar is. Maar als je het verhaal vertelt en voldoende breed Vertelt en hij heeft het hier in de podcast verteld. Hij vertelt het regelmatig in de media. Hij vertelt het binnenkort op het podium van het uh, Retailer of the Year Event. Ja, dan gaan mensen die zich aangesproken voelen tot dat verhaal en tot die missie, zien hoe ze jou kunnen helpen. Uh, verhalen verbinden. En uh, ik vind het ontzettend knap om te zien hoe iemand als Koen, die al zijn hele leven lang onderneemt, zegt: het gaat uiteindelijk om verbinden. Het gaat eigenlijk over samen zijn, over verbinden en samen aan iets werken. Dat is ondernemen. En in zijn geval is het verbinden aan zijn persoonlijke missie. Ja, de, iedereen de kans geven op op goed zicht, ongeacht die financiële achtergrond. Nog eens een warme oproep om ook de vorige podcast te beluisteren, waarin we horen dat met honderdduizenden mensen wereldwijd al gedaan heeft. Uh, we hebben werkelijk een bijzondere man en een bijzondere gast die we deze nominatie van harte gunnen. Wij nodigen jullie opnieuw heel graag uit om uh, naar het kasteel van Brasschaat te komen op 3 oktober om daar Koen uh, te ontmoeten, maar ook de andere kandidaten te ontmoeten. Het wordt een, uh, een fijn awardfeestje, zoals elk jaar. Ik zie jullie heel graag daar. Meer info vind je op bestewintelketen.be. En als je dan toch online bent, mag je uiteraard ook altijd een korte review nalaten voor deze podcast. Het helpt ons om meer mensen te bereiken, meer ondernemers te inspireren, meer verschil te maken. En daarom doen we tenslotte ruimen nieuwjaar. Yes indeed. Beste luisteraars, tot de volgende keer, tot de volgende. Team Retail. Dat gezegd zijnde rond ik de podcast graag af met een woordje van dank aan de sponsor van deze aflevering. Dat is niemand minder dan Dobit Solutions. Dobit is een Belgisch familiebedrijf die digital signage en digital experience concepten bedenkt, bouwt en plaatst bij retailers in binnen- en buitenland. Concepten die inspireren en verbazen en kopen en verkopen makkelijker maken. Meer info vind je op solutions.dobit.com. Dit was hem alweer, tot een volgende keer, tot een volgende Team Retail.